Nou, ik weet het zelf sinds 2012. En ik merkte 3 jaar geleden dat ik wel wat meer moeite kreeg met praten. Nu de laatste tijd voel ik ook wel een beetje dat het lopen wat stijver gaat worden. Zeg maar. Welkom bij de Kloosterhoeve. Een van onze 2 locaties waar wij mensen met de ziekte van Huntington begeleiden en verzorgen. Ook in Hank, in de Dotter, begeleiden wij deze groep cliënten. We zijn een expertisecentrum. En we doen wetenschappelijk onderzoek. En wat we heel erg belangrijk vinden is dat onze cliënten kunnen aansluiten bij onze cliëntenraad, zodat zij mee kunnen participeren in de zorg en begeleiding die we geven. En we werken nauw samen met een aantal collega-instellingen in het zuiden van Nederland. Ik woonde in Maassluis. Op een gegeven moment kwam ik via in contact met Rina. En die is voor mij aan de slag gegaan en die heeft me geholpen om heel veel dingen voor elkaar te krijgen. Toen ik bij Kees kwam, was hij eigenlijk al heel gelijk wel heel open in zijn verhaal. Hij vroeg zich af van, goh, ik zou graag ergens anders wonen, maar wat zou voor mij dan passend zijn? Dus toen heb ik hem ook verteld dat hij gebruik kan maken dan van de poli bij ons. Waar hij eigenlijk door mensen gezien wordt, hè, allerlei disciplines, die kunnen kijken van, goh, waar sta je nou eigenlijk in jouw ziekteproces? En dan kunnen we met elkaar ook wat beter kijken, wat is nou een goede woonplek voor jou? En ik heb toen met zijn toestemming ook contact gezocht met de gemeente Maassluis, eigenlijk ook om te kijken van, goh, Kees woont bij jullie in de gemeente, wat zouden jullie eventueel kunnen doen voor hem? Kunnen we daarin samenwerken? Ja, voor mij is het ook echt een verschil van dag en nacht. Want in Maassluis had ik het idee dat ik niks kon en dat er niemand naar me luisterde. En een paar weken later zit ik hier en dan kan opeens alles. Als expertisecentrum doen we veel wetenschappelijk onderzoek. Dit doen we internationaal met veel mensen en wetenschappers uit de hele wereld. Daarin vinden we het dus belangrijk ook om het voortouw te nemen, om daarin ook anderen te stimuleren en daarmee uiteindelijk de kwaliteit van leven van onze cliënten met de ziekte van Huntington te verbeteren. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken binnen de Kloosterhoeve, onder andere naar de sociale robot Sarah, die hebben we vorig jaar gekregen. En we willen graag weten wat zij kan bijdragen aan het welzijn van de bewoners. Zo kan ze bijvoorbeeld verhalen voorlezen of gymnastiekoefeningen met de mensen doen. Daarnaast zijn we bezig met onderzoek naar angst voor vallen en verslikken. En tenslotte ook naar 3D footprinting. Mensen met de ziekte van Huntington krijgen vaak slikproblemen. En moeten uiteindelijk, om verslikken te voorkomen, overgaan op gemalen voedsel. En dat ziet er niet heel aantrekkelijk uit. En door 3D footprinting wordt gemalen voedsel omgezet weer in vaste vorm. Dus bijvoorbeeld een puree van wortel krijgt weer de vorm van een echte wortel. En daardoor wordt het veel aantrekkelijker om te eten. En ja, het oog wil ook wel wat voor iedereen, denk ik. Als expertisecentrum vinden we het ontzettend belangrijk dat onze cliënten mee kunnen participeren. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of zij deel kunnen gaan nemen aan onze cliëntenraad. Ik ben wel blij dat die kip niet meer broeds is. Anders hadden we die eraf moeten jagen of zo. Ik ben vrijwilliger op de Dotter en op de Kloosterhoeve en ik ondersteun mensen bij een zinvolle dagelijkse dag. En dat kan van alles zijn, van een spelletje tot ergens naartoe gaan. En in het geval van Kees is het veelal ondersteunen met dingen die hij niet alleen kan, maar die hij wel heel goed kan. Ja, Marijke gaat met mij naar dingen toe waar ik naartoe moet en mag en kan. En mijn dochter, daar ben ik ook met haar geweest daar en ja. Daar ben ik een soort onwijs trots op. Ja, Kees en ik zitten samen in de werkgroep cliëntenparticipatie sinds een jaar nu ongeveer. En het is belangrijk voor ons, voor Kees, zodat hij zijn stem kan laten horen. Voor mij dat ik mee kan denken over hoe dat kan en mogelijk is. En ik kan Kees ook begeleiden in dat proces. Ja, ik ben best wel in staat om goed dingen te formuleren. Ja, ik zie zoveel dingen die zoveel makkelijker zou kunnen. Ik vind het belangrijk dat cliënten betrokken worden bij cliëntenparticipatie, omdat het woord cliënt zit in cliëntenparticipatie. Dus het gaat over cliënten. En het zou heel gek zijn als een cliënt niet participeert
in een werkgroep die gaat over cliëntenparticipatie. Dus ik ben daar groot voorstander van. Wat voor mij heel fijn is van het wonen op de Dotter is dat ik gewoon compleet kan doen en laten wat ik zelf wil. En ik kan zelfstandig naar buiten en weer naar binnen. En kan hier werken, kan hier mijn eigen dingetjes doen. Ik kan wakker worden wanneer ik dat wil, ik kan eten wanneer ik dat wil. Ik kan werken als ik dat wil en ik kan naar buiten gaan. Ja, ik heb hier super naar mijn zin.